Dames en heren, jongens en meisjes, van harte welkom op deze bijzondere dag. Een dag die steeds specialer wordt, omdat steeds minder mensen onder ons zijn die 5 mei 1945 de bevrijding van Nederland hebben meegemaakt. Juist nu is het extra belangrijk dat we naar de mensen luisteren die er zelf bij waren. Die niet alleen de bevrijding beleefden, maar ook de bezetting en de meidagen van 1940. Nu we deze kans nog hebben, moeten we die grijpen. Schrijver en journalist Sietse van der Zee interviewde tientallen Nederlanders over de oorlog en tekende hun verhalen op. Het zijn verhalen over verlies, over angst, over verwoesting en honger. Maar ook over hoop, over moed en over de veerkracht van de mens. Verhalen over mensen die vervolgd werden alleen maar om wie ze waren. Over mensen die oprecht geloofden in hun ideaal, die oprecht geloofden dat het fascisme de toekomst van Europa zou zijn. Jullie gaan vandaag luisteren naar de mensen die het hebben meegemaakt. Speciaal voor deze gelegenheid zijn hun ervaringen bijeengebracht. Ze laten buiten de donkerste kant van deze periode in de geschiedenis ook iets anders zien. Ze laten zien dat de menselijkheid, de ware menselijkheid, die diep van binnen nestelt, onsterfelijk is. Zelfs in tijden van oorlog, bloedvergieten, haat en angst. Voor de oorlog. Gerrit Bolthoff, geboren in 1928. Mijn vader sloot zich al in 1934 aan bij de NSB. Voor die tijd zat hij bij een pre-fascistische groep, het Verbond van Nederlandse Nationalisten. Maar hij was absoluut geen antisemiet. Als directiesecretaris van het vleesverwerkingsbedrijf Hartogs in Os had hij dagelijks contact met de 4 Joodse broers die die directie vormden. Hij leerde van hen nogal wat Jiddische uitdrukkingen. In 1936 verhuisden we naar Rijswijk, waar hij groepsleider van de NSB werd. Mijn moeder meldde zich bij de Nationaal Socialistische Vrouwenorganisatie, de NSVO. Toch zou ik haar geen politiek georiënteerde vrouw willen noemen, eerder een meeloper. Politiek was thuis geen groot thema. Al lazen mijn ouders wel Volk en Vaderland en stond de radio aan als Hitler sprak. Op die manier konden we meteen wat Duits oppikken. Ik kreeg van mijn ouders ook Mein Kampf cadeau. Een uitgave van de Amsterdamse Keurkamer in de vertaling van Steven Bakens. Op zich vond ik Mein Kampf, zoals het in het Nederlands heette, een onleesbaar boek. Ik had een en ander begrepen, maar zeker niet de politieke boodschap. Ik kon er niet uithalen wat de tegenstanders erin lazen. Bijvoorbeeld over de Joden. Er stond een vage toespeling in dat ze uit de samenleving dienen te verdwijnen. Maar daar had je je alles bij kunnen bedenken. Wolfgang Kotek, geboren in 1930. Rond 1936, toen we nog in Duitsland woonden, werd ik het mikpunt van de leden van het Jungvolk, de jeugdorganisatie van de Hitlerjugend. Ze spuugden me in het gezicht terwijl ze riepen, Jood, verrekken. 7, 8 jongens sleepten me aan mijn benen over de straat, dwars door gebroken glas wat daar lag. Ik liep een slagadelijke bloeding op. Het bloed spoot uit mijn pols en in het ziekenhuis kreeg ik 13 hechtingen. Het was beangstigend wat we op onze volksempvanger hoorden. De redes van Hitler en Goebbels, dat de mensen dat allemaal voor zoete koek slikten. Wij werden vogelvrij. Als mijn vader op bestelling kostuums had gemaakt, betaalde de klant gewoon niet meer. En het had geen enkele zin om naar de politie te stappen, want zij ondernamen toch niets. Om mij te ontzien, stuurden mijn ouders me expres naar een katholiek schooltje. Mijn moeder had met het hoofd van een school een akkoordje gesloten. Behalve de leiding van het schooltje wist niemand dat ik Joods was. Achter de docent hingen een crucifix en een portret van Hitler als de grote kindervriend. Bij binnenkomst groette ik dan, net als alle andere kinderen, hakkenklakkend met Heil Hitler. Noel Koot, geboren in 1932. Dat we bij ons thuis over sommige dingen toch anders dachten, merkte ik op school. We moesten er om de beurt een liedje zingen. En ik had ook een liedje geleerd. Zwanenberg, die vuile Jood, die maakt van alles worst. En wat die rotjood zelf niet lust, dat stopt hij in de korst. Het viel niet in goede aarde. De juffrouw zette me in de hoek, met beide handen moest ik een boek boven mijn hoofd houden.
Ik had geen gevoel meer in mijn armen en kwam jankend thuis. Moeder stapte meteen met mij naar school om verhaal te halen. En ik snapte zelf niet wat ik verkeerd had gedaan. We zongen dat soort liedjes toch ook op straat? Ik kende meer van dat soort liedjes. Thuis zongen we de liedjes die mijn broers leerden bij de Jeugdstorm, de jongerenorganisatie van de NSB. Door wie of wat mijn ouders zich lieten meeslepen, zou ik niet weten. Ik denk dat vader de NSB vooral zag als een gemeenschap waarin men elkaar hielp. We hadden vanaf toen altijd in de verkiezingstijd affiches voor het winkelraam hangen. En het kwam regelmatig voor dat bij ons de ruiten werden ingegooid. Herman van der Dunk, geboren in 1928. In 1936 woonden we sinds kort weer in Keulen. Mijn 2 jaar jongere zusje Marianne had op school opdracht gekregen om elke avond te bidden. Herr, beschütze unser Vaterland und den Führer, den du uns gesandt hast. Mijn ouders zwingen op wat ze bad, waarop mijn vader ons beiden apart nam. Hij zei dat hij het niet eens was met wat ze op school over Hitler en over de Joden verkondigden. Ineens realiseerde ik mij dat er een glazen muur bestond. Wij hoorden er niet bij en wij wilden er niet bij horen. Toen mijn ouders besloten om naar Holland te vertrekken, had ook het feit meegewogen dat dit land als neutraal gold. Hun geloof in de wereldvrede liep al gauw een nieuwe deuk op door de Anschluss van Oostenrijk aan Duitsland. Vooral mijn moeder was diep geschokt. De meeste mensen uit onze kennissenkring tilden er niet zo zwaar aan. Ze namen als vanzelfsprekend aan dat in het geval van een oorlog België zou worden bezet, maar Nederland niet. Dagen later dat de Duitsers de oorlog toch gingen verliezen, hadden wij de waterlinie. En daar kwamen ze toch nooit doorheen, zei iedereen vol vertrouwen. Paul Moerman, geboren in 1916. In de winter van 1939-1940 gingen we met de hele compagnie schaatsen. Niemand geloofde dat de Duitsers ons zouden aanvallen. Het begon pas te spannen toen de legerleiding begin april alle verloven introk. Op dat moment beseften we dat de algehele toestand internationaal steeds meer verslechterde. Hoe slecht die was, bleek op 7 mei. We moesten de hele dag in de kazerne blijven en ik kon 's middags niet naar mijn moeder. Duitse inval. Paul Moerman, geboren in 1916. Op de avond van de 9e mei had ik een gesprek met een korporaal over leven en dood. Ik zei dat ik als zeer religieus mens, gereformeerd, daar nog niet klaar was om te sterven. De korporaal, een aangeboren stoïcijnse man, antwoordde dat hij niet over dit soort dingen nadacht. Ach, het komt wel goed, meende hij. 'S Ochtends vroeg werden we gewekt door mitrailleurvuur. We waren compleet overrompeld. Met z'n allen stonden we in onze onderbroek naar een luchtgevecht met Duitse jonkers te kijken. We traden om 6 uur in vol tenue aan op het schoolplein. De waarnemend compagniescommandant, eerste luitenant Leutscher, zei daar dat het nu bittere ernst was en dat we onze plicht tot het uiterste dienden te vervullen. Enkele jongens begonnen te huilen. Ik geloofde zelf dat er een kracht bestond die mij beschermde. Gewapend met geweren en lichte mitrailleurs werden we in een open militaire vrachtwagen naar de Hoornbrug in Rijswijk gebracht. Er stond daar Nederlandse artillerie opgesteld. Te voet legden we de 2,5 kilometer af naar vliegveld Ypenburg. Terwijl we op onze buik naar het vliegveld kropen, gierden de granaten van de eigen artillerie over ons heen. Een sergeant begon over de schietingen te gillen en werd psychotisch. Bij het vliegveld aangekomen sprongen we overeind en stormden naar voren. Er gebeurde plotseling van alles. In doodsangst vluchtten de Duitsers en een Nederlandse krijgsgevangene met de handen boven het hoofd een hangar uit. Ik had de vinger aan de trekker, maar haalde die onbewust weg. Iedereen liep er door elkaar heen. Er heerste totale chaos. In het wilde weg begonnen ook Engelse bommenwerpers het vliegveld te bombarderen. De aardkluiten vlogen ons om de oren. Het was een godswonder dat we Ypenburg heroverden. We maakten er hele kolonnes Duitsers krijgsgevangen. Heel veel jongens van ons sneuvelden. Ook de korporaal, met wie ik de avond daarvoor over leven en dood had gediscussieerd, kwam om. Een granaat rukte zijn halve voorhoofd af. Maar ik werd wonderbaarlijk gespaard. Ernst Verduin, geboren in 1927.
Mijn ouders keerden diep in de nacht van 9 op 10 mei 1940 terug uit Brussel. Die ochtend hing in alle vroegte de directeur van de Bijenkorf, meneer Goudsmit, aan de telefoon. Hij vroeg me naar mijn vader, met wie hij bevriend was. Ik heb een schip buiten de sluizen van IJmuiden liggen, voor het geval jullie naar Engeland willen, zei hij. Na overleg met mijn moeder antwoordde mijn vader dat ze niet op het aanbod ingingen. Mijn zusje Wanda en ik waren het er niet mee eens. Zouden we het nou niet toch gewoon doen? Voor meneer Goudsmit ophing, zei hij nog tegen vader, jullie nemen de verkeerde beslissing. Maar vader geloofde niet dat het in Nederland zo'n vaart zou lopen. Ans Schippers, geboren in 1930. De eerste 5 dagen zaten we steeds urenlang in de schuilkelder. Zeker als vader het niet vertrouwde. En als het angstig dreigde te worden, draaide hij op de grammofoon stichtelijke muziek van Johannes de Heer. Ook opdat we niet al die ellende zouden horen. Wij maakten ons daarom geen zorgen. Vader straalde zoveel rust en vertrouwen uit, dat kun je niet geloven. Op het tijdstip van de capitulatie luisterden we naar een radiootje. Vader stond te huilen toen hij over het bombardement op Rotterdam hoorde. Normaal toonde hij niet zo zijn gevoelens, maar er woonde familie van hem in die stad. Rut Hemmes, geboren in 1923. Tijdens de oorloghandelingen fietste ik rond. Ik zag dat onze mensen op grote schaal Duitsers gevangen namen, parachutisten, piloten. Later zei men dat we geen donder hadden klaargespeeld, maar ik kan het uit eigen ervaring tegenspreken. Het klopt gewoon niet. Overal in Den Haag hielden we de Duitse luchtlandingstroepen tegen. Ik wilde ook in Rotterdam poolshoogte nemen. Onderweg zag ik aan de hemel grote rookwolken en ik wilde zien wat die rotzakken er hadden aangericht. Nederlandse militairen hielden mij bij Delft tegen. Ik reed terug naar Den Haag om iedereen te informeren dat de Duitsers aan het bombarderen waren. Paul Moerman, geboren in 1916. We rukten de volgende dag op naar Delft. Onze bataljonscommandant, kapitein Butger, stuurde mij als verkenner vooruit. Hij was een reuzenvent die er voortdurend de moed in wist te houden. Vanaf Delft zouden we verder trekken naar Overschie, een dorp bij Rotterdam. Een sergeant vroeg mij of ik weer als verkenner voorop wilde gaan. Ik had al de hele dag onder vuur gelegen, zei ik tegen hem. Het leek mij meer dan redelijk dat iemand anders het van mij zou overnemen. Een half uur later was de sergeant dood. Het was allemaal voor niets. Kort na het bombardement van Rotterdam bereikte ons het bericht van de capitulatie. We waren na de slag om Ypenburg nog steeds in een overwinningsroes en begrepen er niets van. We keerden een dag later dodelijk vermoeid terug. Buiten stonden huilende vrouwen. Uit mijn compagnie sneuvelden 12 jongens. Ik vond dat erg emotioneel. Zelf had ik al die tijd geen schot gelost. Ik was daar heel dankbaar voor. Ik had wel een vader van kinderen kunnen doodschieten. Herman Romer, geboren in 1931. Op dinsdag 14 mei was het prachtig weer. Vanaf 1 uur begonnen de sirenes te loeien, onafgebroken, niet met tussenpozen. Ik speelde met een buurjongen op straat. Op het moment dat mijn moeder de sirenes hoorde, riep ze ons binnen. Met z'n allen kropen we in de schuilkelder achter de buitendeur. Er viel een bom achter ons huis op een glashandel in de Van der Duinstraat. Na 1 minuut of 10 werd het stil en kropen we de kelder uit. Mijn ouders stuurden de buurjongen naar huis, waarna wij in de richting van de Hofdijk liepen. Heel bedaard, alsof we een wandeling maakten. De hemel was grijs-zwart met gele flarden. In het voorbijgaan zag ik dat de bakkerij een voltreffer had gekregen. Toen ik achterom keek, zag ik bij de groentewinkel op de hoek de brandende vitrages naar buiten wapperen. We liepen verder en sloegen links af. Plotseling hoorden we een indringend, woest geschreeuw, gillen, huilen. We draaiden ons om en zagen een grote massa mensen uit de binnenstad aankomen stormen. Onze kalme tred veranderde als bij toverslag en wij gingen net zo hard rennen. We liepen langs de rotte, in de richting van Bergse Hoek. We vonden onderdak bij een boerderij. De hooischelf puilde al uit van de mensen. Tegen het einde van de middag liepen mijn vader en ik naar de straat weg.
Ineens kwamen daar Duitse troepen vanuit het oosten aangemarcheerd. Voorop SS'ers die geen helm droegen, maar kepies met daarop een zilveren embleem. Een doodshoofd met twee botten eronder. Mijn ouders verzekerden me dat het allemaal goed zou komen. Diezelfde middag brachten vrachtwagens uit de stad dekens en voedsel. Door alle branden had de hemel die avond een rode gloed. Mijn ouders maakten zich de volgende dag grote zorgen over wat er met ons huis gebeurd zou kunnen zijn. We liepen terug naar de stad, maar mannen van de luchtbeschermingsdienst hadden alle toegangswegen afgezet. Mijn vader bleef onverzettelijk en wilde er per se door. Ten slotte mochten we verder, maar de man zei wel op eigen risico. Op de Goudse Singel stortte voor onze ogen een huis in elkaar. Er stonden uitgebrande munitiewagens en trams. Midden op de weg lag een dood paard. Overal zag ik dode honden, katten. Er hing een stank van verbrande koffie, verzengd hout en lijken. We liepen over de brug van de Karnemelkshaven en bereikten via het strooveer de Bernardinastraat. Even stokte onze adem in de keel. Ons hele huis was weg. Na de eerste bommen was de wind gedraaid en had die het vuur verder aangewakkerd. Onze buurman zat met zijn blote handen in het puin te graven. Mijn vader vond alleen een gebutste fluitketel. Mijn moeder ontdekte achter ons huis de tel met haar wasgoed. Kort voor het bombardement had ze nog de was gedaan. Kijk, daar ligt je zondagse jurk, zei mijn vader. Ze haalde de japon uit de tel, waarop die in stofdeeltjes uiteenviel. Ruth Hemmers, geboren in 1923. Bij de capitulatie heb ik gevloekt en vreselijk op de Duitsers gescholden, dat ze zich niet aan de afspraken hielden. Het was een regelrechte leugen dat wij van plan waren samen met de Engelsen Duitsland binnen te vallen en het Ruhrgebied te bezetten. Het ergerde mij enorm dat de Duitsers ons meteen voorschriften begonnen te maken. Je kon niet meer met het buitenland bellen en ze stelden een avondklok in van 11 uur 's avonds tot 6 uur 's ochtends, maar ik trok me er niets van aan. Om geen lawaai te maken liep ik 's nachts op mijn sokken over straat naar huis. Ik stopte suiker in de benzinetanks van Duitse legerauto's. In 9 van de 10 gevallen reden die dan niet meer. Veel mensen waarschuwden mij. Dat het gevaarlijk zou kunnen zijn wat ik deed, besefte ik niet eens. Mirjam van Hulst, geboren in 1931. Vader zou met een bus militairen naar de Grebbeberg rijden. Toen we hoorden dat hij er zou gaan vechten, huilden we allemaal. Hij ook. Op het moment dat de bus eindelijk voorreed, sprong er een hoge militair uit. Hij riep dat de oorlog voorbij was. We barsten in gejuich los. Nu wordt alles weer als van ouds. 1940. Johanna Blom, geboren in 1930. De Duitsers trokken op 15 mei 1940 de stad binnen met in hun kielzog Nederlandse krijgsgevangenen. Ik stond voor een van de arcades op het Daniel Willinkplein. Op die plek zag ik mensen bloemen naar de Weermachtsoldaten werpen. Een groepje riep, "Houzee, houzee," en hield de rechterarm gestrekt. Ik besloot daarop met hen mee te doen. Ook ik riep, "Houzee," met mijn arm gestrekt. Maar toen dook mijn vader plotseling op. Hij sleurde mij mee terwijl hij me woedend toebeet, "Wij zijn Joden! Jij moet uit de buurt van de Duitsers blijven." Iemand had hem getipt wat ik daar op het plein uitspookte. Mijn vader wist niet hoe snel hij mij bij de kladden moest grijpen. Zelf had ik niet echt het gevoel dat ik iets had misdaan. Bill Hessels, geboren in 1932. Meteen na de inval van de moffen stopte mijn vader al zijn boeken over het Marxisme en de Sovjet-Unie in kisten en begroef die bij ons in de achtertuin. Ook haalde hij in de huiskamer de portretten van Lenin en Stalin van de muur. Laat toch hangen, zei mijn moeder nog. Maar dat leek mijn vader geen goed idee. Ze slaan je met de lijst om de oren, zei hij. Mijn ouders gingen direct in het verzet. Ze bezorgden vluchtschriften en mijn vader haalde geld op voor de gezinnen van Duitse communisten. Die waren bij het aan de macht komen van Hitler naar Nederland gevlucht en de moffen arresteerden hen na de inval als eerste. Als kinderen mochten we er niet veel van weten. We merkten er weinig van, maar we wisten wel dat ze met allerlei dingen bezig waren.
Toch zag mijn vader altijd kans om elke zaterdag met ons naar de markt te gaan en elke zondag met ons te wandelen. Dries Blommers, geboren in 1931. Een dag na de capitulatie reed ik met vader op de fiets naar de Grebbewerf. Twee dingen staan sindsdien in mijn ziel gegrift. In de eerste plaats de constatering van vader dat de meeste Nederlandse wapens totaal verouderd waren. Er lag bijvoorbeeld een Frans geschut uit 1871. Vader toonde zich daarover bloedkwaad. Nog dagen later dat hij toch al sprakeloos was over de snelle Nederlandse capitulatie. In de tweede plaats trof mij dat Nederlandse en Duitse militairen gezamenlijk hun gesneuvelde strijdmakkers naar hetzelfde veld brachten. De kuilen hadden ze al gegraven. De Nederlanders kwamen links te liggen, de Duitsers rechts. Zo te zien hadden de Duitsers nog flinke verliezen geleden. De militairen, vriend en vijand, stonden gewoon met elkaar te praten, sigaretje in de hand. Tine Eijsten, geboren in 1926. Ik stond na de capitulatie op de Berlagebrug om de Duitsers Amsterdam te zien binnentrekken. Een indrukwekkend modern leger. Veel mensen riepen terwijl ze hun rechterarm omhoog staken, Sieg Heil, Sieg Heil. Ik dacht, wat gebeurt hier? Zo griezelig was het. Vanaf toen sprak niemand meer openlijk met elkaar. Een deken van argwaan kwam over de stad te liggen. Uitkijken, uitkijken. Wat je buren dachten, wist je niet. Wilma Vlaanderen, geboren in 1940. In april 1940 kregen we nieuwe buren, NSB'ers. De man van het gezin heette Wim Heineken. Hij zag er een beetje artistiek uit. Mijn ouders hielden Heineken en zijn vrouw altijd op een afstand. Van mijn oom hadden ze gehoord dat Heineken Joden oppakte. Hij zei over de schutting een keer tegen mijn moeder, u mag met mij mee naar de Euterpenstraat komen en dan mag u ergens gaan zitten waar ze u niet zien. Dan hoort u hoe de Joden elkaar verraden. Het is een volk in een volk, mevrouw, de Joden. Al dat sentimentele gedoe. Maar ze hebben hun eigen wetten en geloof. Ze voelen zich uitverkoren. Denkt u dat als christenen zouden worden vervolgd, de Joden een poot voor u zouden uitsteken? U bent voor hen maar een gooi. 1941. Sarah Worms, geboren in 1931. Van de oorlog merkten we in zoverre iets dat er in 1940 en 1941 voortdurend vechtpartijen bij ons voor de deur plaatsvonden. Toevallig zag ik ook de vechtpartij met de man die van de weerbaarheidsafdeling was, Koot. Terwijl ze aan het vechten waren, kwam de tram eraan. Op dat moment werd Koot doodgeschoten en kwam hij onder de tram terecht. Het was zo naar hoe hij daar lag, voor een kind geen prettig gezicht. En wat hebben ze ermee bereikt? Het werd daarna alleen maar erger. Wat kun je ook vechten als Jood zijnde? Iedereen was doodsbang. We hadden niets in te brengen. Nol Koot, geboren 1932. Normaal als vader thuis kwam van een mars, hielp ik hem bij het uittrekken van zijn laarzen. Hij maakte er altijd een spelletje van. Naar vergaderingen droeg hij burgerkleding, maar als hij moest marcheren, dan trok hij zijn zwarte uniform aan. De marsen van de weerbaarheidsafdeling gingen meestal dwars door de stad. Tot die van de ene op de andere dag in het binnengasthuis lag. Op 15 februari 1941, toen de kist nog open was, ben ik samen met mijn moeder en een van mijn zusjes gaan kijken. In het ziekenhuis zeiden ze dat een stuk van zijn neus was afgebeten. Ik zag wel een wond aan zijn neus, die met grove steken was gehecht en dat er geronnen bloed op zat. Zo te zien was hij ook in zijn oorlel gebeten. Zijn gezicht was blauw, 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 bont en blauw. Ik was erg geschokt en moest huilen. Eenmaal thuis ging ik erover nadenken waarom die mensen dit gedaan hadden. Voor die tijd had ik niets van de oorlog gemerkt. Over zijn dood zeiden ze dat niet alleen de Joden erbij betrokken waren, maar ook de communisten. En dat was zo. Zijn begrafenis werd één groot gebeuren met rouwmuziek, zwart omvloerste trommels en stormvlaggen. Die dag vloog in een roes voorbij. NSB-leider Mussert kwam ook nog. Ik gaf mijn hand. Het deed me niets, al die mensen.
Ruud Jansen, geboren in 1933. Wat ik destijds niet wist, die ik niet kon weten, was dat mijn vader, Louis Jansen, een cruciale rol had gespeeld bij de organisatie van de februaristaking. In februari 1941 woonde hij de bijeenkomst bij waar de beslissing over de staking viel. Hij schreef enkele dagen later het manifest Staakt, staakt, staakt. Daarin werd opgeroepen om door middel van een staking op 25 februari de vrijlating van de in de Jodenhoek gearresteerde Joden en de ontbindingen van de WA-knokploegen af te dwingen. Legt het hele Amsterdamse bedrijfsleven één dag plat. De werven, de fabrieken, de ateliers, de kantoren en banken, gemeentebedrijven en werkverschaffingen. Dan zal de Duitse bezetting moeten inbinden. Dan hebt gij een slag toegebracht aan het monsterachtig plan Mussert aan de macht te helpen. Dan verhindert ge een verdere leegplundering van ons land. Bea Troostwijk, geboren in 1927. We hadden op een vrijdag eens een Joods-Duits echtpaar op bezoek. Die zeiden tegen ons, we zitten hier nu wel zo gezellig te eten, maar wij allemaal zullen met hetzelfde te maken krijgen als wij een paar jaar eerder in Duitsland hebben beleefd. Mijn vader zei nog, dat geloof ik niet. Maar ze kregen al snel gelijk. We moesten ons radiotoestel en onze fietsen inleveren. We mochten niet meer in de parken komen, niet meer na 8 uur op straat en niet op visite bij niet-Joodse kennissen en vrienden. Maar ik deed het stiekem toch. Van onderduiken was in 1941 nog geen sprake, dat kwam een jaar later. De mensen probeerden in eerste instantie weg te komen, naar Engeland. Meestal zonder succes. Constant hielden de Duitsers je in de gaten. Zodra je een poot scheef zette, pakten ze je. Iemand had in een park in Leeuwarden het bordje verboden voor Joden weggehaald. De Duitsers arresteerden hiervoor 10 Joden en stuurden ze naar kamp Amersfoort. Tini Udo, geboren in 1924. De eerste anti-Joodse maatregelen werden pas na enkele maanden genomen. Alle Joodse meisjes stonden bij de februaristaking in 1941 te huilen. Als jullie gaan staken, krijgen wij de schuld, zeiden ze. Na 2 dagen gingen we weer aan het werk. De situatie van de Joodse meisjes op mijn werk verslechterde op den duur steeds meer. Ze zeiden dan, mijn moeder is gisteren weggehaald. Een ander zei, mijn moeder heeft een oproep gekregen, maar ze is al zo oud. Ik ga wel met haar mee. Later verdwenen die meisjes 1 voor 1. Ik voelde me machteloos en praatte er ook thuis over. Mijn vader had er geen goed gevoel bij, die werkkampen waarheen de Duitsers de Joden stuurden. Een Joodse kennis van ons had gezegd, ach, we moeten dan misschien wel hard werken, maar van hard werken ga je niet dood. Mijn vader luisterde altijd naar de Engelse zender. Wat de Duitsers beweren kan niet, zei hij. Ze kunnen niet al die mensen aan het werk helpen. Er moet iets ergs gebeuren. 1942. Wim Leeuwenburg, geboren in 1935. Andreetje was een vriendje van mij. Als enig kind had Andreetje veel speelgoed. Waaronder een grote verzameling soldaatjes. Van tin, van lood, van gips. Je had ook Hollandse soldaatjes, maar die droegen zo'n rare jas. Bij een speelgoedwinkel in de Beethovenstraat kon je al voor 25 cent een mooi beschilderd Duits soldaatje van gips kopen. Andreetje had er een die een handgranaat gooide. Terwijl we met de soldaatjes aan het spelen waren, stapte zijn vader binnen. Hij keek naar ons en ineens riep hij, wat? Een Duitse soldaat? In mijn huis komt geen Duitse soldaat. Hij danste net zo lang op het gipsen exemplaar tot hij het compleet had vermorzeld. Andreetje scheen er niet van onder de indruk. Let maar niet op hem, zei hij. Hij is gek. In mei 1942 kwam Andreetje de sterren laten zien die hij op zijn kleding moest dragen. Hij vond ze mooi en ik ook. Toen hij was vertrokken, zei mijn moeder mistroostig dat er niets moois was aan die sterren. Arjen de Groot, geboren in 1929. Onder druk van mijn vader gaf ik me in 1942 op als lid van de Jeugdstorm. Nooit waren we ergens lid van, niet eens van de Canariepietvereniging, maar toen decreteerde hij dat wij, mijn zus Anneke, mijn broer Andries en ik,
ons bij die NSB-organisatie zouden aansluiten. En wel onder het motto, op Nederlandse jongeren, weg met de verdeeldheidswaan, treed toe tot onze rijen en volg de meeuwenvaan. De groep, oftewel de schaar waar ik toe behoorde, bracht de meeste tijd door op het landgoed Drienerlo, tussen Enschede en Hengelo. We deden eraan sport en zongen liedjes. Eén daarvan herinner ik me nog goed. De trommelknapen sluiten aan, op mars met de jeugdstorm mee. De stormers volgen hand in hand voor leider, volk en vaderland. Stormers jeugd, stormers jeugd, stormers jeugd, marcheert. Soms kwam het voor dat vreemde jongens op straat mij uitscholden. Hé, landverrader! Ik wist dat ze de pest hadden aan de Duitsers en ik voelde dat de mensen in het algemeen een hekel aan ons hadden. Vader vond het allemaal mooi. Het Oostfront en de strijd tegen het bolsjewisme. Ik hield me op de vlakte, ik zei nooit wat. Bij de jeugdstorm praten we niet over de Joden en de vervolging van hen. De politiek beperkte zich tot het zingen van liedjes zoals En in het oosten staat een gloed, heel Moskou staat in brand. Ja, zo gaat hij goed. Maar, ik dacht dan, hoe kunnen ze dat zingen? Herman van der Dunk, geboren in 1928. Het leek alsof mijn moeder het noodlot wilde tarten. Vanaf mei 1942 moest ze een ster dragen. Maar al na een dag of twee, drie deed ze die af. Een NSB-vrouw sprak haar hierop aan. Ze zei dat ze haar bij de Gestapo zou melden. Mijn vader besloot met de vrouw te gaan praten. Hij zei tegen haar dat zij zich moest realiseren dat ze voor de rest van haar leven de verantwoordelijkheid zou dragen voor het feit dat ze een gezin kapot had gemaakt. Het meest onder de indruk scheen ze te zijn geweest van het paspoort dat mijn vader haar toonde. Hij was nog steeds een Reichsdeutsche, een Rijksduitser, en hiermee in haar ogen een beschermde soort. Virgit de Vries Robles, geboren in 1932. Joods werd ik in mei 1942, doordat ik ineens een ster moest gaan dragen. Ik mocht alleen nog lopen en mocht niet meer met de tram. Gelukkig had ik een autobed met luchtbanden, waarmee ik naar mijn oma stepte. Hans Ausen, geboren in 1926. We konden bij mevrouw Mulder op zolder onderduiken. We hadden de beschikking over twee kamers. Naast de kamer van mijn ouders was een ruimte met een wastafel. We hadden geen toilet. In de kamer die ik met mijn broer deelde, stonden twee bedden. Ik kon door het zolderraam de luchtgevechten in de verte volgen. 'S nachts zag je de zoeklichten en hoorde je het gebulder van het luchtafweergeschut. Ik voelde me opgelucht als de Tommies behouden verder vlogen. Overdag verbleven we in de woonkamer. Op woensdag had juffrouw Mulder de werkster en dan moesten we boven blijven. En bij hoge nood deden we onze behoeften in de wastafel. Voor zover ik kon overzien, was aan één kant van de straat alles bebouwd en stond aan de andere kant een boerderij. Door het zolderraampje observeerde ik daar een meisje met lang blond haar, hoe ze op amper 100 meter afstand van mij met een matte klopper kleedjes klopte. Bij het schrobben van de stoep trok ze haar rok op, waardoor ik haar blote benen zag. Het kon natuurlijk helemaal niet, maar ik werd verliefd. Ik vond blond haar altijd zo mooi. In augustus 1942 probeerde ik het onmogelijke van deze liefde in een gedicht te verwoorden. Toen ik je van mijn hoge zitplaats eens zag staan, zo lief en fijn, met wapperende rokjes en wuivende blonde haren, toen ik je daar zag lopen, met een wasmand vol en zwaar, en je daarna weer zag verdwijnen, de was hing netjes aan de lijnen, toen voelde ik een grote steen. Scherp en kantig en toch eigenlijk zacht en glad liggen op mijn hart. En toen wist ik het meteen. Ik was verloren door dat meisje in het groen. 1943. Ernst Verduin, geboren in 1927. Met een groep van 450 Joden werden we op de trein gezet. We verkeerden in de veronderstelling dat ze ons uit Nederland zouden wegvoeren. Tot vader zag dat we op het station van 's-Hertogenbosch passeerden. Bij aankomst in Vught liepen we naar een kamp waarvan het bestaan nog niet algemeen bekend was.
Zij behoorden tot de eerste Joden in concentrationslager Herzogenbusch. Opdat niemand het in zijn hoofd haalde om te ontsnappen, waarschuwden de SS-bewakers ons direct bij aankomst: let op, het prikkeldraad staat onder stroom. Dankzij de benoeming van vader tot barakleider en van moeder tot een van de drie leidsters van het Joodse vrouwenkamp, verwierf ik een min of meer geprivilegieerde positie. Op 5 juni 1943 las de Joodse kampleider Arthur Lehmann een proclamatie voor, die inhield dat alle Joodse kinderen, bijna 1300, samen met hun moeders in de komende 2 dagen het kamp dienden te verlaten. De stemming was bedrukt. Veel mensen huilden. Het eerste transport van de kinderen tussen 0 en 4 jaar vertrok de volgende ochtend al, het tweede transport van de kinderen tussen 4 en 16 jaar een dag later. Over wat er met die kinderen zou gebeuren bestond weinig twijfel. We wisten dat ze naar Westerbork werden gebracht en vandaar naar Auschwitz om te worden vergast. Ik had tot in alle details over de vernietigingskampen gehoord. Bij ons in de barak gaven soms 2 Joodse violisten van het Concertgebouworkest en de zanger Bob Scholte een voorstelling. Op zulke avonden kwam er altijd ook een SS erbij zitten. Zo ook een keer een man die vertelde in Auschwitz te hebben gediend. Hij deed ons haarfijn uit de doeken hoe het er daaraan toe ging. Hoe de mensen uit de trein werden gejaagd. Na de selectie moesten ze zich in 2 groepen opstellen met daartussen SS-bewakers, de bajonet op het geweer. De ene groep moest werken. De andere ging de gaskamer in. En dan kon het wel 20 minuten duren voordat je dood was, zei hij. Ruud Jansen, geboren in 1933. Mijn moeder vertelde ons op een dag dat het proces tegen vader had plaatsgevonden. Ze mocht hem nu in het Oranje Hotel bezoeken. Op goed geluk nam ze ook mij en Loek mee. Zij mocht naar binnen, maar mijn broertje en ik kregen geen toestemming en moesten aan de overkant van de straat op haar wachten. Op een avond, toen we in bed lagen, kwam ze ons vertellen dat de Duitsers vader op 9 oktober 1943 op de Waalsdorpervlakte hadden gefusilleerd. Moeder huilde, net als mijn broertje, maar ik niet. Het tijdstip van de executie had ze niet geweten, maar een zekere troost bood vaders afscheidsbrief met potlood op een bloknootvel. Ik draag dit tragisch lot volkomen kalm. Ik heb steeds naar mijn overtuiging geleefd en mijn grote liefde voor de arbeiders was steeds mijn richtsnoer. Voor jullie, lieve vrouw en kinderen, had ik daarboven een grote persoonlijke liefde. In mijn werk en in mijn gezin lag mijn geluk. Ik heb met volle teugen genoten. Zoni Wijs, geboren in 1937. Van jongs af aan leerde ik dat wij, de Sinti, de enige echte wereldburgers zijn, mensen zonder land. En we willen ook geen land. We houden ervan om aan het kampvuur, het Romaniak, verhalen te vertellen. We zijn echte verhalenvertellers. Voor Sinti is de saamhorigheid belangrijk, altijd voor elkaar klaarstaan. Muziek was altijd allemaal aanwezig, bij elke gelegenheid, ook bij begrafenissen. Er zat altijd wel iemand te tokkelen en een orkest met snaarinstrumenten was al snel gevormd. De Sinti zeggen, de muziek is onze taal. Tegelijkertijd was het stigma op zigeuners, en ik gebruik bewust die naam, heel groot. Die deugen niet, ze stelen, ze doen een zwarte magie. Na de Duitse inval begon het toch wel heel beangstigend te worden. Ik hoorde mijn ouders over de nieuw ontstane situatie praten. De bezetting voelden we steeds meer als een vorm van bedreiging. Mijn ouders hadden al die verhalen uit Duitsland gehoord. We hadden nogal wat familie daar en ze vertelden hoe het er daaraan toe ging. We wisten dat de Sinti en ons broedervolk de Roma als eerste in het concentratiekamp Dachau terechtkwamen. Maar wat er met hen gebeurde, dat wisten we niet. 1944. Adi Gerrits, geboren in 1938. Ik voelde me altijd een beetje verantwoordelijk voor mijn 2 jaar jongere broertje Jopie. Hij liep moeilijk en struikelde vaak, vandaar dat hij hoge schoenen moest dragen. Ik sjouwde met hem rond, nam hem mee naar school en we speelden met elkaar. We zaten allebei op de Montessori kleuterschool.
Op de ochtend van dinsdag 22 februari 1944 scheen de zon prachtig en ik had echt zin om naar school te gaan. Jopie stribbelde tegen. Hij wilde thuis blijven en ik moest hem haast meesleuren. Normaal was hij wat verlegen, maar heel blij jongetje, dat altijd graag zong, ook thuis. Zijn lievelingsliedje was... In een vliegmachine kun je alle bergen zien. Je vliegt er over land en zee. Als ik groot ben, mag ik ook eens mee. In de klas zag ik dat Jopie met blokken aan het spelen was. Tegen de middag werd het zijn onveilig gegeven. Maar even later kregen we te horen dat het weer veilig was. We namen aan dat de geallieerde toestellen inmiddels boven Duitsland vlogen. Tussen de middag aten we in de klas een boterham uit ons trommeltje. Als je die op had, mocht je buiten spelen. Ik ging met drie vriendinnetjes naar de gang, maar Jopie bleef in de klas achter. Hij treuzelde altijd zo. Ineens hoorde ik een verschrikkelijk lawaai. Ik lag op de grond en kwam met mijn positieve toen ik een zuster op de balustrade hoorde roepen. Red de kinderen! Red de kinderen! Brandweermannen hadden de stalen voordeur geforceerd. Alles was door de luchtdruk scheef getrokken. Twee van hen droegen ons het gebouw uit. Mij en een vriendinnetje van mij. Ik zat een tijdje bij de school op de stoep, tot iemand me naar een café bracht. Daar stonden allemaal ouders die ten einde raad waren. Ik had een paar schrammen op mijn knie en pijn aan mijn schouder. Kennelijk was ik door de luchtdruk tegen de stalen deur aangesmeten. Ik riep om Jopie. Toen mijn moeder hoorde dat mijn school en het naburige klooster als gevolg van een bombardement in brand stonden, stuurde ze vader erop uit om mij en Jopie te gaan zoeken. Pas 5 uur later, tegen 6:30, vond hij mij. Ik had verwacht dat hij Jopie had meegenomen. Waar mijn broertje dan was gebleven, wist niemand. Er heerste een onvoorstelbare chaos. Die nacht moest ik om het uur plassen. Elke keer gilde ik, waar is Jopie? Waar is Jopie? Vader ging die dag opnieuw in het nog rokende puin naar mijn broertje zoeken. Je kon er bijna niet lopen, zo heet was de grond. Na lang zoeken vond hij tussen het puin een hoge schoen met erin een stukje been. Van de 2 kleuterklassen kwamen 24 kinderen om het leven. De stoffelijke resten werden in 1 graf bijgezet, samen met het schoentje van mijn broertje. Ernst Verduin, geboren in 1927. In de trein lagen paardjes openlijk met elkaar te vrijen. Zelf sliep ik vrijwel de hele reis. SS'ers joegen ons in Auschwitz-Birkenau de trein uit, niet bij het grote poortgebouw, maar bij een ander, kleiner gebouw ten noordwesten daarvan. Het was een mooie en zonnige dag. Ik hoorde leeuweriken zingen. Ik probeerde bij de mannen te komen van wie ik begrepen had dat ze naar een werkkamp zouden gaan. Ik had Westerbork vanwege mijn ziekte als een moeselman verlaten. Een moeselman is een tot op het bot vermagerde gevangene, vaak veroorzaakt door voedselgebrek, uitputting of ziekte. En daarom verwezen ze me naar de groep ouderen, zieken en kinderen. Van de SS'er in Vught wist ik dat die mensen naar de gaskamer gingen. Ik probeerde vervolgens naar de andere rij te komen, maar een SS'er stuurde me terug. Ik probeerde het nogmaals en weer moest ik terug. Een SS-officier sprak me hierop aan. Ik zei tegen hem dat ik al veel langer in een kamp zat en dat ik nu niet naar het gas wilde. Toen de groep naar de gaskamer liep, stak ik opnieuw over naar de andere rij. En deze keer lukte het. Ik kreeg het stamnummer 150811 met een driehoekje op mijn linkerarm getatoeëerd. Ik had even tijd om het stamlager te verkennen. Ik kwam langs de gaskamer. Ik kan me nog goed herinneren dat een 20-tal gevangenen, gekleed in streepjespakken, onder bewaking voorbij liep. Op weg naar de gaskamer. Ik zag ook de bok waarop bewakers gevangenen doodsloegen. In Monowitz werd ik te werk gesteld. Ik moest er de benzinetanks van vrachtwagens bijvullen. Op deze post drukte ik vele liters achterover
En zelfs SS'ers kwamen goedkope benzine bij me halen. Ik moest uitkijken dat ik het niet te bond maakte, want wat er dan met me zou gebeuren, dat zagen we op zaterdag. Dan hingen ze de gevangenen op die hadden gestolen of probeerden te vluchten. We moesten met z'n allen strak naar de galg kijken, zodat we niets zouden missen. Tine Eijsten, geboren in 1926. Ik was net als leerling-telegrafist bij de PTT begonnen, toen er op 5 september 1944 op een telegraaftoestel een privébericht uit een stad in het zuiden van het land binnenkwam. De telegrafiste deed hiermee iets wat streng verboden was. Ze meldde dat de bevrijders in aantocht waren en dat ze de verbinding ging sluiten. Tevens sprak ze de hoop uit dat ook Amsterdam snel zou worden bevrijd. Mijn chef sloot meteen het apparaat af en stuurde mij naar huis. Voorlopig stelde hij mij op non-actief. Het was Dolle Dinsdag en overal op straat zag je vluchtende NSB'ers. Arjen de Groot, geboren in 1929. Ook na Dolle Dinsdag leek iedereen in mijn omgeving nog vertrouwen in de entziek te hebben. Zelf vroeg ik me af, zouden mensen dat werkelijk geloven? Op die dinsdag reden mijn moeder, mijn zusjes en ik op een platte boerenkar de grens over naar Gronau. We stapten daar op een extra trein, speciaal ingezet voor vluchtende NSB'ers uit Nederland. We reisden af naar het stadje Wittingen ten zuiden van de Lüneburger Heide. Bij aankomst zagen we overal geuniformeerde jongens van de Hitlerjugend. Ze liepen er te sjoelen en te schreeuwen. We sliepen in een gymzaal op stroozakken. De volgende avond hielden allerlei partijfunctionarissen gewichtige toespraken. Ze wilden jongens als ik laten kiezen uit 3 mogelijkheden. De landdienst, waar je boeren ging helpen. Een Wehrertüchtigungslager van de Hitlerjugend, waar je een soort militaire opleiding volgde. Of de luchtafweer, mee op een trein met een vlak kanon. Ik wilde het liefst naar een boerderij en niet naar het front. Mijn moeder overlegde met de moeders van de andere jongens. En met elkaar beslisten ze dat we flinke kerels moesten worden en daarom naar een sportkamp van de Hitlerjugend moesten. In de tweede helft van september vertrok ik met een groep van 20 naar een barakkenkamp in Mecklenburg. Er waren daar veel Hitlerjugendjongens die altijd schreeuwden als ze praten. SS'ers leerden ons in het donker wachtlopen met een stuk hout als geweer. Na een tijdje begonnen de instructeurs, onderofficieren van de Waffen-SS, ons steeds meer onder druk te zetten om voor de SS te tekenen. Niemand repte meer over landdienst of ander boerenwerk. Ik wilde eerst niet tekenen. Was ik soms feig? Vroegen de Unterschaffuhrers mij keer op keer of ik laf was. Wie niet tekende, kreeg een strafexercitie. Door de modder kruipen of midden in de nacht in je onderbroek aantreden. Ten slotte ging ik door de knieën. Een man in een witte jas verklaarde mij een aantal dagen later kavau, oftewel kriegsverwendungsfähig. Rob Sillessen, geboren in 1938. Ik hoorde van andere kinderen dat er op de Apollolaan het een en ander aan de hand was. Met een paar jongens liep ik rond 8:30 richting de hoek. Een weermachtssoldaat hield ons tegen. Ik zag nog wel in de verte op zo'n 50 meter afstand mannen op de grond liggen. Ze leken als het ware tegen de glooiing van een schuilkelder gelegd. De kapelaan van de Sint-Agneskerk kwam de volgende dag mijn moeder vertellen dat de Duitsers mijn vader hadden gefusilleerd. Ze ging meteen door het lint en rende schreeuwend de straat op, met de kapelaan achter haar aan, rechtstreeks naar de overkant. Jullie hebben mijn man vermoord, vuile NSB'ers! Jullie hebben mijn man vermoord! Gilde ze. De NSB'ers van de overkant waren alleen niet thuis. Het was al een maand na Dolle Dinsdag. De kapelaan slaagde erin haar weer in het huis te krijgen. De Duitsers hadden die dag ervoor in alle vroegte op de Apollolaan 29 mannen gefusilleerd. Dit als represaille voor de liquidatie van een beruchte SD'er door het verzet. Eén van de mannen die ik daar op straat heb zien liggen, moet mijn vader zijn geweest. Beppie Bosboom, geboren in 1926. In Auschwitz kreeg ik, in tegenstelling tot Vught, wel een nummer op mijn arm getatoeëerd. 078288, met eronder een driehoekje. Er was een vrouw die mij van gezicht herkende.
Ze vroeg of ik een zus van Greet Bosboom was. Ik bevestigde dat, waarop ze zei: dan ben je een week te laat aangekomen, want Greet is net vermoord. Ik hoorde later dat Greet in het verzet had gezeten. Ze smokkelde in een handtas baby's die naar de kampen zouden gaan, naar een onderduikadres in de Haarlemmermeer. Ze werd betrapt en in 1944 naar Auschwitz gedeporteerd. Op 30 juni werd ze daar vermoord in de gaskamer. Ikzelf werd te werk gesteld in Auschwitz 1, in een munitiefabriek. De naam weet ik niet precies meer, maar ik dacht dat het fabriek van IG Farben was. Aan een draaibank moest ik in granaten een gat boren waar kruid in werd gestopt. Het was zwaar werk en we hadden bijna niets te eten. 'S Ochtends voor de hele dag water, een bak water met een aardappelschil en 2 sneetjes brood. In de barak moest je 1 slaapplaats met z'n 5 delen. Ik maakte er ook een paar executies mee. De SS'ers sloegen gevangenen op de bok of ze hingen iemand op. We moesten allemaal verplicht kijken. Maar omdat ik een van de jongsten was, zeiden mijn medegevangenen: ga jij maar achter ons staan, dan zie je niet zoveel. Annie Oosterhof, geboren in 1930. Half december 1944 had ik samen met Gerda bieten ingeslagen. Het was ontzettend koud. Op de terugweg zagen we een groep mensen. We wilden er snel langs fietsen, maar een Duitse militair hield ons aan en beval ons af te stappen. Er stonden zo'n 15 mensen en iedereen moest toekijken. Maar ik wilde niet. Achter ons hadden de soldaten hun geweer in de aanslag. Onwillekeurig keek ik toch. En daar lagen 3 mannen op de grond. 2 ouderen van een jaar of 40 en 1 jongere man. Ze werden alle 3 doodgeschoten terwijl ze op hun buik lagen, voorover, zo. Ik ben geen huiler, maar eenmaal thuisgekomen voelde ik me heel beroerd. Diezelfde avond schreef onze onderduiker, Piet, een gedicht in mijn poëziealbum. Het laatste couplet luidde: deze bladzijde zal na jaren je gedachten terug laten gaan naar een der slechtste van je leven. Herinner je dan bij al die overpeinzingen, in een hopelijk verbeterd getij, terwijl je deze regelen ziet, ook een ogenblikje nog aan mij, die kennis van je, genaamd Piet. Frits Kroeze, geboren in 1924. Ik besefte heel goed dat het verzet met al zijn verschillende geledingen niet opgewassen was tegen de Duitsers. Zij hadden een heel leger ter beschikking, de Wehrmacht. Maar wij konden als verzet wel ontregelen door bijvoorbeeld spoorwegverbindingen op te blazen. De Duitsers vervoerden over de lijn Zwolle-Amersfoort tanks en munitie. Sabotage leverde in dit geval een vertraging van 2 dagen op. De Duitsers vaardigden vervolgens een verordening uit. Ze zouden de volgende keer het huis dat het dichtst bij de plek van de aanslag stond in brand steken en de bewoners executeren. Kennelijk wilden ze het verzet in diskrediet brengen en de stemming tegen ons keren. We vergaderden 2 dagen lang en de uitkomst luidde: we mogen niet stoppen. Dan zouden we net zo goed het hele verzet kunnen staken. Tegelijkertijd bedachten we een minder bloedige oplossing. Op een bepaald punt aan de spoorlijn woonden een man en een vrouw in de 40 met 4 kinderen. Dat waren 6 mensen in de kracht van hun leven. We hadden vastgesteld dat 1,5 kilometer verderop een man van 85 en een vrouw van 83 jaar woonden. En daar kozen we het punt voor onze volgende aanslag uit. In dit geval beslisten we over de levens van mensen die toch binnenkort zouden overlijden. Sorry. We bliezen daar de spoorlijn op, wat een vertraging van een dag opleverde. Ik durf mijn handen niet voor in het vuur te steken, maar ik dacht dat de Duitsers die bejaarde mensen hadden doodgeschoten. De oorlog is nu eenmaal wreed. Je had de keuze tussen slecht en heel slecht. Noel Koot, geboren in 1932. In 1944 zat ik nog op de Reichsschule in Valkenburg. Ze stoomden daar jongens klaar voor de Waffen-SS. Ik was er de jongste.
Het bleek niks voor mij, altijd exerceren en na 2-3 weken stuurden ze me naar huis. Terug in Amsterdam meldde ik me aan bij de Marine Jeugdstorm. Ik vond het allemaal prachtig. Het uniform, de ijzeren noppen onder de schoenen, met op de hakken een soort hoefijzer en op de neus een stalen plaatje, echt prachtig. Sony Wijs, geboren in 1937. Bij aankomst in Westerbork werden de Sinti en Roma, in tegenstelling tot de Joden, meestal meteen kaal geschoren en in een strafbarak geplaatst. Het transport dat 3 dagen later van daaruit vertrok, heette het Zigeunertransport. Het ging om 245 Sinti en Roma en in de trein zaten verder 208 Joden. Er waren ook Nederlandse Sinti die via Mechelen naar Auschwitz werden gedeporteerd. Normaal selecteerde de SS een transport Joden bij aankomst direct op arbeidsveeg en arbeidsunveeg. Bij de Sinti en Roma gebeurde dat niet. Ze kwamen in een apart Zigeunerfamilienlager. Men wilde ons bestuderen, wij waren anders dan de anderen. De nazi's onderwierpen de vrouwen en kinderen in het Zigeunerlager aan de verschrikkelijkste medische experimenten. Vrouwen werden gesteriliseerd. SS-artsen maakten zwarte ogen door middel van injecties blauw. Dr. Mengele liet zich er zeer regelmatig zien. Hij deelde dan snoepjes uit aan de kinderen die hem onkor noemden, terwijl hij hen intussen voor zijn experimenten selecteerde. Op een gegeven moment arriveerden er zoveel Joden dat de kampleiding geen ruimte meer had, waarop ze het Zigeunerlager liet leegruimen. 3000 mensen werden in 1 nacht vergast en in crematorium nummer 5 verbrand. Mijn moeder, mijn zusjes en mijn broertje zijn waarschijnlijk in de nacht van 1 op 2 augustus 1944 vermoord. Henny Dormitz, geboren in 1929. Op het tijdstip dat de Duitsers na Dolle Dinsdag Westerbork ontruimden, zaten wij daar al bijna 1,5 jaar. Er arriveerden 2 treinen, de ene met bestemming Bergen-Belsen, de andere met Theresienstadt. Wij kwamen in die naar Theresienstadt, een beestenwagen met elk 74 mensen in 1 wagon. Er lag stro op de vloer en in de hoek stonden 2 tonnen, 1 met water en 1 om je behoefte in te doen. Het stonk vreselijk. We zaten 3 dagen in de trein. Bij aankomst moesten we nog een hele nacht in de wagon blijven. Het was ijs en ijskoud. Op een dag bereikte ons de mededeling dat er een delegatie van het Rode Kruis het kamp zou bezoeken. Wij moesten op de route waarlangs de Zweden zouden lopen alles netjes maken. Gevangenen schilderden de gebouwen en hingen mooie gordijntjes voor de ramen. Er werd een kleuterschool opgericht. Van overal uit het kamp lieten ze kleine kinderen opdraven. Er was zelfs een café waar gevangenen tijdens het bezoek van de delegatie aan tafeltjes moesten plaatsnemen terwijl er een orkestje speelde. Maar ze mochten onder geen beding het gebak aanraken dat hun zou worden voorgezet. Wij kinderen moesten helpen met het ontruimen van het crematorium. Er lagen veel lijken. Ze gaven ons de opdracht om de doosjes met as van de gecremeerden door te geven naar een vrachtwagen. De mensen van het Rode Kruis hadden hun hielen nog niet eens gelicht of alles werd alweer teruggedraaid. Café weg, kleuterschool weg, mooie gordijntjes weg. Later hoorde ik dat al die doosjes met as, al die honderden doosjes, ergens buiten het kamp in een meertje zijn gestort. 1945. Tom Andringa, geboren in 1936. Het was zaterdagochtend nog maar net licht geworden of we hoorden buiten roepen: "Aufmachen! Türen öffnen!" Mijn broer keek door een kier in de deur naar buiten. Hij zei dat zich in onze straat in elke deuropening een Duitse soldaat had geposteerd. Bij ons kwamen 2 soldaten in volle gevechtsuitrusting naar binnen. 1 van hen begon in het Nederlands een praatje. Terwijl ze zo zaten te kletsen, gaf moeder beide soldaten een beker met koffie, surrogaatkoffie. Ik begreep dat niet. Het zijn toch onze aartsvijanden? Ik zei dat ook tegen haar, dit kun je niet doen. Ze antwoordde, ach, het zijn toch ook maar stumpers. Ik kon mij niet voorstellen dat er ook goede Duitsers bestonden. Maar op het moment dat de soldaat de beker aan zijn mond zette, zag ik dat het geen gewone beker was.
Het was een oranje herdenkingsbeker, uitgebracht ter gelegenheid van een of ander jubileum van koningin Wilhelmina. Dit was het verzet van mijn moeder, haar kleine verzet. Arjen de Groot, geboren in 1929. In januari 1945 vertelde een kameraad mij dat zijn en mijn moeder rond kerstmis nog hadden geprobeerd ons bij de Waffen-SS weg te halen. Zijn moeder schreef hem dat in een brief. Als zij in hun voornemen waren geslaagd, had mijn leven er heel anders uitgezien. De blijvende schaamte dat ik zo'n SS-pak heb gedragen. Onder mijn linkerbovenarm kreeg ik mijn bloedgroep getatoeëerd. A-positief. Ook gaven ze mij een uniform met de SS-runen op de kraag. Een pet en een helm die over mijn ogen zakten. De compagnie waarin ik werd ingedeeld telde zo'n 250 man. De sfeer was gemoedelijk en kameraadschappelijk. We moesten er wel eindeloos exerceren. Bij de schießübungen ontvingen we voor onze oeroude karabijnen 2 patronen. We hadden nauwelijks munitie. Als je wacht moest lopen, wist je niet of er een kogel in je geweer zat. Tijdens het Weltanschauliche Unterricht begreep ik niets van wat ze daar oreerden over Unter- en Übermenschen. We keken elkaar dan aan. Snap jij iets van dit lulverhaal? We zongen veel. Ihr liebe Kameraden, wir ziehen in das Feld. Wir haben unsere Sorgen für heute zurückgestellt. Heute sind wir froh, morgen sind wir tot. Liebe Kameraden, also muss es sein. Geleidelijk veranderde de sfeer en zag ik er vreselijke dingen. Dingen die als kind van 15 jaar niet zou mogen zien. Het fusilleren van een deserteur door een vuurpeloton. Het genadeschot. En nog veel meer executies. 2 jongens die de strop kregen. Het hele bataljon stond in carré. Maar niemand die zich afvroeg, waar zijn we nou in godsnaam mee bezig? En wie durfde te twijfelen, kon het antwoord op een groot spandoek bij de poort lezen. Deine Kameraden sind da, wo mit Schaf geschossen wird. In 2 maanden hadden ze ons klaargestoomd voor de einsatz. Ik was strontbang om met dat geweer te moeten schieten. Eind april 1945 vertrok ik met de eerste compagnie van Graz naar het dorp Blindenmarkt in het noorden van Oostenrijk. Daar hoorden we dat de Führer was gevallen. Het klonk ongeveer zo van, de kat is dood. Gerda Jansen, geboren in 1937. In de winter van 1944-1945 was alleen het hoognodige nog te krijgen. Daarom trok ik er voortdurend op uit op zoek naar eten en hout. Altijd had ik een zaagje bij me. Alles wat boven de grond uitstak moest daaraan geloven. Verkeerspaaltjes, boompjes, tuinhekjes. Daarnaast zocht ik met een geleende handkar van een meubelmaker samen met anderen de straten af. Op een van onze strooptochten zagen we in november 1944 hoe geallieerde toestellen het hoofdkantoor van de Duitse Sicherheitsdienst bombardeerden. De vliegtuigen doken met een donderend en oorverdovend geweld naar beneden. Later, nadat ik de kar weer had moeten teruggeven, zag ik gemeentewerkers met precies dezelfde kar dode mensen ophalen. Die lagen gewoon op straat. Van de honger gekrepeerd. Het waren er heel veel. Ze stapelden de lijken op en bedekten de lichamen met een zeil. Ik kon niet bevatten dat die mensen dood waren. Ze zagen er nog zo goed uit. Misschien een beetje opgeblazen. Jan van der Glas, geboren in 1931. Omdat ik geen fiets had, liep ik dagelijks de 1,5 kilometer van ons huis naar het tijdelijke verblijf van mijn MULO. Op 5 februari 1945 hoorde ik onderweg naar school een hoop lawaai. Ik zag dat het 2 Duitse voertuigen waren. Uit het ene sprongen soldaten. Ze haalden uit de andere wagen mannen en dreven hen voor zich uit. Tegelijkertijd pakten ze voorbijgangers op. Ook mij. Ze kwakten ons in een voortuin, het ging er weinig zachtzinnig aan toe. We stonden er met z'n 20en. Voor ons de Duitsers die hun geweren doorladen. De man naast me die zei, wij worden geëxecuteerd. Ik geloofde er niks van, waarom zouden ze mij doodschieten?
Bij de soldaten stond een man van wie ik aannam dat het de commandant moest zijn. Hij had ons geen moment aangekeken. Ik dacht aan mijn moeder. Haar zie ik nu nooit meer en ik gaf een gil, een harde gil. Toen keek de commandant op. Het zou ook kunnen dat ik heb gehuild. Hij was kennelijk geschrokken dat er een kind tussen stond, een jongen van nog geen 13 jaar. Hij gebaarde me dat ik naar hem toe moest komen, maar twee mannen hielden me vast. De commandant trok me bij hem weg. Hij had een vriendelijke lach, maar dat zou ik eigenlijk niet mogen zeggen. Na mij van de anderen te hebben weggetrokken, aaide hij me over mijn hoofd. Ik dacht nog, wat een aardige man. Zur Schule oder nach Hause? Vroeg hij. Ik zag dat hij een pistool in zijn hand had. Ik liep weg. Ik dacht, als ik me omdraai, schiet hij me dood, maar toch draaide ik me nog even om. Stond die commandant naar me te zwaaien. En ik zwaaide terug. Ter hoogte van de muur van mijn school hoorde ik de knallen. Die mannen hebben daar nog 2 dagen gelegen. Herbert Gunst, geboren in 1931. Van lieverlede raakten we steeds meer aangewezen op de gaarkeuken. In de pap zaten vaak maden. Ik viste de maden eruit en at de pap op. In de soep zat al helemaal niets. Nog vlees, nog groenten, hooguit wat aardappelschillen. Er brak op een gegeven moment een dag aan waarop niets meer functioneerde. Geen distributie en geen centrale keuken. Om te overleven ging ik in Amsterdam-Zuid op pad. Ik belde in de rijke wijken aan om te vragen of ze iets te eten voor me hadden. Ik zou het geen bedelen willen noemen hoor, eerder vragen om eten. Het was elke keer een heel eind lopen. Soms moest je 2, 3 hoog de trap op om op de deur te kloppen. En met een lege maag, slap van de honger, viel dat niet mee. De mensen waren meestal heel vriendelijk. Niemand smeet de deur in je gezicht dicht. Ze hadden vaak zelf ook niets. Je was blij als je bij 100 huizen aanbelde en je kreeg bij 10 iets. Soms was het een sneetje brood, soms een gekookte aardappel. Greet Visser, geboren in 1932. Ik zat in de 5e klas van de lagere school toen ik op 12 maart 1945 met een vriendinnetje zo rond 9 uur naar school liep. Op de hoek van de straat hielden Duitse soldaten gewapend met geweren ons tegen. Ze hadden de boel afgezet. Ik zag achter de soldaten een stuk of 20 mannen naast elkaar tegen een wit muurtje staan. Eén van hen, een jongen helemaal rechts in de rij, viel mij in het bijzonder op. Hij had gele klompen aan, een blauwe overal en een petje op. Er keken meer kinderen en volwassenen toe. Ik was doodsbang, maar wilde dat niet laten blijken. Op het moment dat ik probeerde weg te draaien, duwde een soldaat mij met zijn geweerkolf terug op mijn plaats. Ineens stapten er 4 soldaten naar voren en schoten met een machinepistool op de mannen bij de muur. Het ging zo met een ratelend geluid van links naar rechts. Ik zag de mannen vallen. Ook de jongen met de gele klompen en de blauwe overal. Iedereen stond te huilen. Ik bibberde helemaal. Toen we weg mochten, zweeg iedereen. Tine Eijsten, geboren in 1926. In opdracht van de ordendienst van het verzet moest ik naar Utrecht post wegbrengen en vervolgens daar weer papieren ophalen die ik op een adres in Amsterdam diende te bezorgen. Dat ging altijd goed, maar op 7 april 1945 gebeurde er iets ellendigs. Op de terugweg naar Amsterdam, met de illegale retourpost in mijn fietstas, hield een officier in Duits uniform mij aan. Hij vroeg naar mijn persoonsbewijs dat ik hem overhandigde. Vervolgens gebaarde hij mij hem door een hek te volgen en mijn fiets daar tegen de muur te zetten. Ik stond doodsangst uit. Ontdekking van de post zou vreselijke gevolgen hebben voor mij en voor de anderen. Om geen argwaan te wekken, probeerde ik zo ontspannen mogelijk over te komen. We praten wat heen en weer tot de officier een voorstel deed. Hij wist, zei hij, dat we in dit land niet meer goed te eten hadden. Als ik daarvoor wat voelde, kon ik met hem een officiersmaaltijd gebruiken en vervolgens hier blijven slapen. Maar als ik dat niet wilde, kon ik hem nu van dienst zijn.
Ik keek al die tijd naar mijn fiets. Die moest hier weg. Ik moest weg. En wel zo snel mogelijk. Ik aarzelde geen moment. Nu. En zo gebeurde het. Ik heb thuis niets verteld, alleen later aan mijn zus. Dat is wat een bezetting inhoudt. De bezetter is de baas en laat dat ook blijken. Ernst Verduin, geboren in 1927. Op de 60 kilometer lange dodenmars zag ik wel slachtoffers. Gevangenen die waren doodgevroren of van honger en uitputting waren gestorven. Schoten heb ik niet gehoord. Toen we in Gleiwitz overnachten, stonden er open kolenwagens met gevangenen. Ik vroeg wat hun eindbestemming was. Buchenwald. Ik besloot met deze trein mee te rijden. Ik zat in Buchenwald in de Joodse barak, maar op 8 april ging het erom spannen. Die dag voerden de SS'ers mensen weg uit het kamp, onder wie een stelletje Polen. Ze waren besneden en moesten mee. Bij de ontruiming van de Joodse barak sprak ik een SS'er erop aan dat ik niet Joods was. Ik moest van hem mijn broek laten zakken en toen hij zag dat ik niet besneden was, stuurde hij me naar de Nederlandse barak. 3 uur later schalde er 's ochtends een oproep door het kamp dat alle SS'ers naar de poort moesten komen. Voor mijn ogen sprong er een SS'er van de wachttoren en viel te pletter. Gevangenen hielden 2 bewakers tegen en schopten hen vervolgens dood. Plotseling zag ik op 100 meter afstand een Amerikaanse jeep staan. Het waren verkenners die vooruit waren gestuurd en zonder benzine waren komen te zitten. Direct daarna arriveerde de Amerikaanse hoofdmacht en werd Buchenwald bevrijd. Na de bevrijding. Arjen de Groot, geboren in 1929. Ik werd op dinsdag 8 mei 1945 wakker en het was doodstil. Al mijn kameraden waren vertrokken. Ik stond op het erf van de boerderij en ik wist niet wat ik moest doen. Dus ik ging maar lopen tot ik een vrachtwagen met weermachtsoldaten bij een naburige boerderij zag staan. Ik vroeg hen waar de anderen van mijn eenheid zouden kunnen zijn. Keine Ahnung, zei een van hen. Aber die Kapitulation ist da. Es ist Kriegsende. En ik had geen schot gelost. Max Klerenkoper, geboren in 1933. De Engelsen bevrijden Bergen-Belsen op 15 april 1945. Ze dwongen de SS'ers die nog niet de benen hadden genomen de lijken op te ruimen. Ons kinderen brachten ze naar een revalidatiekampement van voorheen de Weermacht. Behalve dat er daar een overvloed aan eten was, had je er een ziekenhuis en een bioscoopzaal. In de eerste week van juni haalden Nederlandse ziekenhuisbroeders ons op. We werden in een school gehuisvest. Na een paar dagen reed er een bus voor die ons naar Amsterdam bracht. En in die bus zat toevallig ook een oom van mij. Een van de weinige overlevenden van mijn familie, zo bleek later. Alleen mijn moeder, 2 ooms en een nichtje van mijn leeftijd bleven over. Dat was het dan. Ook mijn vader kwam niet meer terug. De dodenmars, waaraan hij samen met mijn opa op 4 december 1944 aan begon, ging over een afstand van 300 kilometer. Van Bergen-Belsen naar Sachsenhausen. SS'ers schoten gevangenen die onderweg niet stierven van ondervoeding of ziekte, koelbloedig dood. Mijn vader zou van uitputting op 1 januari 1945 zijn gestorven. Erda Jansen, geboren in 1937. Op de eerste of de tweede dag na de bevrijding volgde ik een joelende menigte die bij ons door de straat trok. We sloegen een straat in waar een meisje woonde die verkering had met een Duitse soldaat. Een man zette midden op de straat een stoel neer waarop het meisje gelaten plaatsnam. Haar houding was fier. De man knipte een lok af en hield die omhoog. De omstanders juichten. Toen hij haar helemaal kaal had geknipt, begonnen de mensen meni te roepen. De man kalkte daarop met een verfkwast een rood hakenkruis op haar hoofd. Door haar houding had het meisje veel van de feestvreugde weggenomen. Ze ging naar binnen, sloeg een sjaal om en liep naar Duitsland. Want de liefde, die kent geen vijand. Het volgende meisje verzette zich juist uit alle macht. Het bloed stroomde over haar gezicht. De mensen vonden dat geweldig.
Dries Blommers, geboren in 1931. Een dag na de capitulatie stond de politie bij ons voor de deur. Ze namen vader, moeder en mij voor registratie mee naar het politiebureau. We werden daar ook verhoord. Onder bewaking van soldaten van de binnenlandse strijdkrachten liepen we samen met andere NSB'ers naar het Edith Stein College op het Louis Couperusplein. Er stonden honderden mensen, rijen dik, ons uit te jouwen en te beschimpen. Een man van de BS, de binnenlandse strijdkrachten, sloeg onderweg mijn ouders, waarop ik hem een schop in het kruis gaf. Hang hem op, hang hem op, riepen de mensen. De man van de binnenlandse strijdkrachten siste dat hij nog wel met me zou afrekenen. Ja, jou krijg ik dadelijk nog wel, etterbak. In plaats van dat we tegen de muur gezet werden, stopten ze ons in een bunker achter in de tuin van de school. We zaten daar als sardientjes op elkaar gepakt. Voor een nieuw verhoor brachten ze mij naar een kantoorgebouw. Een padvinder tikte er met twee vingers op een schrijfmachine het proces-verbaal op. In een impuls pakte ik de tafel en ik gooide die om. Ik maakte van de consternatie gebruik om te vluchten. Ik verschuilde me in ons huis. Ik barricadeerde de deuren met meubels en ik verstopte ons geld. Tot moeder 3 of 4 dagen later vrijkwam. Daarna lieten ze me met rust. Veel jongeren, kinderen van NSB'ers, belanden in een tehuis. Als je hoorde hoe ze je daar behandelden, alsof je in een strafkamp zat. Vader werd op 7 mei naar de gevangenis van Scheveningen gebracht. Met moeder bezocht ik hem nog een keer. Hij was brood en broodmager, heel onverzorgd en de ogen onzeker, reddeloos. Of hij mishandeld was, dat zou ik niet weten. Alvorens hij naar het interneringskamp Duindorp ging, kon hij nog wel afscheid nemen van Mussert, vlak voor diens executie. Wat hem vooral dwars zat, was dat hij tijdens het proces niet ten gunste van Anton Mussert had mogen getuigen. Tot op het laatste moment bleef vader zijn vertrouweling. Hij wilde nooit over het afscheid praten. Sony Wijs, geboren in 1937. Pas in 1948 ontving ik een bericht van het Rode Kruis over het lot van mijn vader. Hij zou op 13 november 1944 aan een longontsteking zijn overleden. Later hoorde ik van twee Sinti die met hem in het kamp zaten, dat hij tijdens een geallieerd bombardement een granaatscherf in zijn nek kreeg. Een dag later was hij overleden. Freya Prins, geboren in 1935. Na de bevrijding vroeg de bovenmeester mij op een dag of ik misschien voor een half jaar naar Denemarken wilde om aan te sterken. Hoewel ik een moederskindje was, had ik er wel oren naar. We vertrokken vanaf de jaarbeurshallen in Utrecht, waarna we door het verwoeste Duitsland in de richting van Flensburg reden. Onderweg kregen we elk een pakje brood en een flesje limonade. We maakten een tussenstop in het plat gebombardeerde Bremen. Terwijl we daar tussen de ruïnes geparkeerd stonden, kwamen er van alle kanten als uit het niets magere gedaanten naar onze bussen gerend, zowel volwassenen als kinderen. Met de armen uitgestrekt riepen ze: "Honger, bieten, we hebben honger." Maar niemand van ons had de minste neiging een stuk brood naar buiten te gooien. Wij beschouwden die mensen als monsters. In de afgelopen 5 jaar waren wij grootgebracht met haat voor die pestmoffen. Zij vertegenwoordigden voor ons het ultieme kwaad. De moffen hadden ons uitgehongerd. Nu waren wij aan de beurt. Waarop we ons brood voor de ramen van de bus hielden. We moesten hierbij erg lachen. Die gezichten. Noel Koot, geboren in 1932. Later vroeg ik me wel eens af of ik ook bij de Waffen-SS zou zijn gegaan als de bezetting langer had geduurd. Ik had inmiddels gehoord wat er zich allemaal had afgespeeld met de Joden en zo. Altijd al gold ik als een beetje vrijgevochten, een buitenbeentje. Vandaar ook dat ik antimilitarist ben geworden. Mijn broer Wim, een marineman, die nam me dat niet in dank af. Nog even heb ik overwogen om mijn naam te veranderen. 1 letter maar. Van Koot in Koet. Maar dan verloochende ik mijn afkomst. Ik was mijn familie toch al ontgroeid en zocht hen niet meer op. Ik wilde er niets meer mee te maken hebben. Hun oorlog was afgelopen. De mijne ging verder. Lisa Egger, geboren in 1933.
Mijn moeder verbleef na de bevrijding in Brussel. Daar werden de overlevenden van de kampen opgekalefaterd. Eenmaal thuisgekomen vertelde mijn moeder wat er met haar, mijn oma en mijn tante Suze de afgelopen 5 jaar was gebeurd. Ze werden eerst met z'n drieën naar Westerbork gebracht, om kort daarna in een veewagen op transport naar Auschwitz te gaan. Bij de selectie op het perron moest mijn oma naar links. In feite betekende dat de gaskamer. Tante Suze bleef bij oma om voor haar te kunnen zorgen. Suze was verpleegster en ze had op die manier gemakkelijk haar eigen hachje kunnen redden, maar ze bleef bij oma. Mijn moeder gaf op dat ze Neerin was. Coupeuse. Ze mocht naar rechts. Ze kwam terecht in een fabriek waar gevangenen Duitse uniformen naaien. Later begreep ik dat SS-artsen in die 3 jaar dat ze in Auschwitz heeft gezeten allemaal medische proeven op haar hebben gedaan. Ze hebben in blok 10 bij haar de eierstokken en de baarmoeder weggehaald. Kort voordat de Russen het kamp bevrijden, begonnen de gevangenen aan de dodenmars. Eerst naar kamp Ravensbrück en vanaf daar naar Malchow, een klein kamp waar nagenoeg niets te eten was. Daar werd mijn moeder door de Amerikanen bevrijd. Ondanks de goede zorgen van mijn vader kwam het met mijn moeder niet meer goed. Ze was psychisch en fysiek kapot. Als gevolg van de ingrepen in Auschwitz vond mijn vader regelmatig bloedvlekken in hun bed. Mijn moeder trok zich het verlies van haar hele familie ontzettend aan. Zoni Weiss, geboren in 1937. Ik had zelf nog heel lang last van vreselijke dromen. Altijd weer die grauwe broeken, zwarte laarzen, de honden en de drukte op de perrons. Dat blijft een deel van je leven. Maar bij Birkenau heb je een klein meertje. Zo vredig, zo mooi, je hoort er de kikkers kwaken. En daar ligt de as van tienduizenden mensen. Ik beschouw dat meertje als het graf van mijn familie. Anneke Langhout, geboren in 1936. Wat ik ervan heb geleerd, is dat je je leven altijd door de mooie momenten moet laten bepalen.